Wat zijn dat allemaal voor lapjes die u aan het breien bent? Dat is voor een deken. Voor baby's. Babydekentjes. Hoe lang breidt u al? Nou, ik ben 103. En ik heb het geloof met mijn 7e jaar geleerd. Van mijn grootmoeder. Die heeft u leren breien? Ja. Ja. Twee recht, twee averecht. Dat is moeilijk voor een kind. Maar ik heb toch geleerd. Met mijn 130 kan ik het. En wat vindt u nou zo leuk aan dat breien? Je hebt wat te doen. Je kan maar de hele dag zo zitten. Is niet goed voor de hersenen. Want daar moet je verstand bij gebruiken. Anders vallen ze van de pen af. En hoe vaak breidt u nu nog? Elke dag. Gezien die stapel. Deze heb ik gebreid. Ze zien er prachtig uit. Ja, vind ik ook wel hoor. Ja. Je mag jezelf niet prijzen. Maar ik vind het wel. Als ze maar warm zijn, dat is het voornaamste. Het is voor arme mensen. Kom maar binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ik kom u even helpen. Wat met vind de lapjes. Dat vind ik leuk. Gaan we er een deken van maken? Ja. Zullen we doen? Ja, doen. Ja. Mooi. Dan lezen we de lapjes aan. Ja. Nou, ja, het moet wel een beetje fleurige kleurtjes bij me. U heeft zulke mooie fleurige lapjes gebreid. Mevrouw Klop, die breidt elke dag een lapje. En Jirrit Fritma heeft dacht ze van, nou, we moeten wat maar de lapjes doen. Dus toen heeft ze een Facebook-oproep gedaan. En daar heb ik op gereageerd. Dat ik mooi met mevrouw Klop hier een tekker van meidje. Hij is wel fleurig, of niet? Die het midden ruilen, dacht deze? Die? Met die. Met die? Maar kijk, dan zitten deze ze naast... geel in het midden. Geel in het midden. Ja. En dan die? Ja. Ja. Samen met het tekentje, jongen, verwerren. Zo. Ik doe heel soort van de stichting SOS, Sovata. Sovata is een stichting die mensen in Roemenië ondersteunt. Die er is voor de ouderen en de achterstand, de zieken en de bijen die het er minder hebben. Hoe bliert bijen met de lapjes van mevrouw Klop? Nou, geweldig. Op deze leeftijd en dan nog zoveel genoegen erom om elke dag een lapje te breien. Geweldig. Ja, dat is mooi. Zo? Ja.